Kan je nou wel doen aan die slaapstoornissen? Natuurlijk is dat heel complex vanwege de veel verschillende oorzaken. Maar als er een precieze diagnose wordt gesteld, is dat vaak wel mogelijk. In sommige gevallen moet er een slaapdokter bij te pas komen die na kan denken over heel specifieke medicijnen voor de slaap of andersoortige behandeling. Bij chronische slapeloosheid bijvoorbeeld kan zogenaamde gedragsmatige therapie, slaaptherapie, een rol spelen. Een heel belangrijk aspect is het evalueren van de Parkinson medicatie. Al gezegd dat in sommige gevallen de Parkinson-medicatie de slaap kan verstoren. En als slaapproblemen ontstaan zijn nadat nieuwe medicijnen zijn gestart, moet met de neuroloog overlegd worden of dat aangepast kan worden. Aan de andere kant kan Parkinson-medicatie ook een gunstige rol spelen. En weer het voorbeeld van de moeite met het omdraaien in bed: dat kan soms opgelost worden door ook vlak voor het slapen gaan een dosis van dopaminerge medicijnen of andere Parkinson-medicatie te geven, in nauw overleg met de neuroloog.